Hallo, welkom terug in een video. Vandaag hebben we weer een technologie video. Want ik heb namelijk een USB hub gekocht. Ja, een USB hub. Het is niet super speciaal. Toch ga ik hem unboxen. En het is namelijk, ik heb hem voor een project. En dat project ga ik nu niet vertellen wat dat is. Want ik krijg binnenkort nog een technologie item binnen. Daar ga ik ook even een video over maken. En met die video zal ik ook meteen uitleggen wat ik ga doen met en deze USB hub en dat nieuwe technologie ding wat nog binnen moet komen. En daarna zal er nog een video komen van mijn setup. Want ik ben mijn setup aan het ombouwen. Ja, ombouwen is het goed woord. Ik had namelijk al een leuke setup. Maar nu ben ik hem dus nog cooler aan het maken. Hopelijk vinden jullie hem dan ook cool. Die video die komt misschien over 2 weken of zo. Hangt er vanaf hoe snel alles binnenkomt wat ik nodig heb. Maar goed. Vandaag gaat het over de USB hub. En het gaat wel te verstaan over, even kijken. Ja, het is de Sitecom CN080. Het is een USB 2 hub, 4 ports. Ja, voor hetgene waar ik hem nu voor ga gebruiken, heb ik gewoon geen USB 3 nodig. Vandaar dat ik voor USB 2 heb gekozen, omdat het gewoon echt een heel stuk goedkoper is. Op het moment van filmen kun je deze USB hub voor zo'n 10 euro, afhankelijk van bij welke site of winkel je hem koopt. Maar je kunt hem voor ongeveer 10 euro kopen. Hij heeft dus 4 USB poorten. USB 2. Hij wordt aangesloten via een micro USB aansluiting. Denk ik dat het een micro is. En hij is niet powered. Dus hij krijgt de stroom over de USB. Maar dat betekent dat je ook je telefoon en zo er niet aan kunt opladen. Ik ga nu toch wat meer vertellen. Voor mijn muis en voor mijn toetsenbord gebruiken. Hopelijk heeft hij daar genoeg stroom voor. Om over 1 USB-poort en mijn muis en mijn toetsenbord te doen. Heb ik nog het voordeel dat ik niet van die gekke LED toetsenbord en muis heb met RGB en al dat soort dingen. Ik heb een vrij simpele muis en toetsenbord nog. Maar goed. Ik ga hem nu gewoon unboxen. Ik ga jullie wat meer erover vertellen. Dus laten we naar de unboxing cam gaan. Ja, we zijn dus nu hier bij het doosje. Er gaan nu wat dingen herhaald worden wat ik ook al daarnet heb verteld. Maar goed, het is een USB 2.0 hub voor 4 devices, 4 dingen. 4 apparaten, 4 toetsenborden. Stel je wil 4 toetsenborden aansluiten. En ja, ze noemen dit een Traveler's Hub, omdat hij inderdaad niet gepowered is. Waardoor hij niet in het stopcontact hoeft te steken. Wat dus handig is voor als je op reis bent, om hem lekker aan je laptop bijvoorbeeld aan te kunnen sluiten. Ja, verder vertellen ze niet heel veel over. Hier zeggen ze nog, ideal for traveling, no powers adapter needed. Wat ik dus zei van, hij heeft niet in stopcontact. En ze zeggen, ja, hij is perfect geschikt voor een USB-stick, een card reader, een toetsenbord en een muis. Nou heb ik, als je USB 3.0, als je een USB-stick hebt of een cartridge met USB 3.0 of 1 hebt, ja, dan is het zonde om dit hub te kopen speciaal voor die USB-stick of cartridge. Omdat ja, dit is bij de USB 2, dus op het moment dat je hem hierop aansluit, ook al sluit je hem op je computer of op je laptop aan op een USB 3-poort, dan nog gaat de snelheid heel wat lager zijn, omdat deze het gewoon niet aan kan, die hoge snelheid. Volgens mij is dat wel genoeg over de buitenkant. Oh ja, wat ik ook nog wil zeggen. Er zit een 60 cm kabel bij. Dat gaat voor mijn doel hoogstwaarschijnlijk niet genoeg zijn. Dus ik moet eigenlijk ook nog even een langere USB-kabel regelen. Maar ik wist van tevoren niet welke aansluiting erop zou zitten. Dus ik kon nog geen kabel kopen. Want deze heb ik via internet besteld. En nergens geven ze weer dat het een USB micro B aansluiting is dit volgens mij. Dus ja, waarschuwing. Als je denkt dat 60 cm niet genoeg is, koop of de duurdere versie, die heeft een meter aan kabel. Of je moet er even een kabeltje bij kopen. Maar dat is dus hoogstwaarschijnlijk micro.
altijd zo'n rotflapje vind ik dit. Het is een heel standaard dingetje. Elke doos heeft dit, maar ze gaan nooit netjes open. Je verkreukelt ze altijd en dat vind ik zonde. Want ik hou ervan dozen te bewaren en om ze dan netjes te hebben. Hey, kijk. We halen de eerste doos halen we er vanaf en dan komt er nog een doos. Wow. Een nu veel wittere doos. Die zo open moet. En tadaa! Daar is de USB-hub. En hij is kleiner dan wat ik had verwacht. Ik weet eigenlijk niet waarom ik verwachtte dat hij zoveel groter zou zijn. Maar dit is echt heel klein. Ja, dat ziet eruit als micro B. Ik zal even een oplader pakken. Om te kijken, een telefoon opladen, dan weten we het zeker. Even kijken. Laten we hem eerst even uit het plastic gaan halen. En ik zie hier... Nou, ja. Ik zie hier toch een stroomadapter aansluiting op zitten. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ik zal even proberen te focussen. Want hier zie je dus, dit is als het ware de achterkant. Hier zie je de vierde USB-poort, want hier zitten er drie. En dan heb je hier nog één als vierde. Je hebt hier de micro-aansluiting om hem aan te sluiten op de computer. En hier zit toch een... Even kijken, ik moet in het midden... De stroomadapter. Lijkt het. Dus ik ga even kijken of er ook een stroomadapter bij zit. Dan check ik even de kabel. Maar goed, dat zou wel een beetje vreemd zijn. Aangezien ze zeggen... dat hij geen stroomadapter heeft. Of in elk geval niet nodig heeft. Er zit geen stroomadapter bij. Dus ik vind het toch een beetje raar. Nou, hier zit dus een kabeltje bij. Even kijken. Ja, die kabel... Hij is gewoon niet al te lang. Hij zit met zo'n dingetje vast. En tip. Bewaar dit soort straps, of hoe je ze ook wil noemen. Bewaar ze. Dat is super handig. Als je een keertje kabels netjes wil wegwerken, bijvoorbeeld in je computerkast of onder je bureau, dan zijn deze dingen super handig. Dus bewaar je altijd. Even kijken wat er nog meer in zit. Gewoon een papiertje over de garantie. Dat is dat. Geen handleiding. Het is het eerste product dat ik krijg zonder handleiding. Hier is die kabel. Ja. Het is een leuke kabel voor als je bijvoorbeeld aan je laptop wil aansluiten. Alleen ik heb er niet zo heel veel aan. Ik zal even kijken. Nee, ik ga er niet heel veel aan hebben. Ik ga er wel wat nu aan hebben om uit te proberen of mijn idee gaat werken. Maar daar houden we dan ook op. En even kijken. Ja, het is een micro B aansluiting dan. Een micro B aansluiting. Ik zal weer even het wat dichterbij houden. Focussen. De camera. Ja. Zo'n micro B aansluiting is eigenlijk de standaard aansluiting voor alle Android telefoons. En eigenlijk ook Windows phones. Dit is de standaard aansluiting behalve voor Apple. Dat is gewoon zo'n mini, een micro USB. Ik zal even kijken of mijn oplaadkabel van mijn S7 Edge langer is. Ja. De kabel van mijn S7 Edge is al langer als diegene die hierbij geleverd wordt. Dus als je gewoon een oplader hebt waar de kabel van los kan, dan heb je daar misschien zelfs al genoeg aan als de 60 centimeter die bijgeleverd wordt net even te kort is. Dus dat is een tip die ik wil geven. Kijk even of je een oplader over hebt en hoef je misschien geen nieuwe kabel te kopen. Maar goed, volgens mij is dit het wel. Dus ik zal nu even kijken. Eng. Dat ben ik. Eng. Ja, zo. Oké. Hey, mensen.
Ik ben nu waarschijnlijk niet te focussen, maar goed, dat maakt niet uit, want ik ga even kort deze video afsluiten. Een USB-hub. Klein, schattig, mooi. Kan ik waarschijnlijk goed gebruiken. Ik zal even in de beschrijving een link doen naar de tweakerspagina van deze USB-hub, zodat je alle prijzen gewoon goed kunt vergelijken. Wil je nou nog mijn andere technologievideo's zien? Die staan ook in de beschrijving en als een kaartje daar linksbovenin is het volgens mij. Voor jullie rechts, voor mij linksbovenin. Als je op het i'tje klikt, dan komen daar al mijn technologievideo's die ik heb gemaakt. Kun je daar direct bekijken. En mensen, vond je deze video dan leuk? Laat dan even een like achter. En ben je nog niet subscribed? Subscribe dan ook even, want binnenkort komt ook bij een roomtour. En volgens mij gaat die best wel gaaf worden. Dus ja, ik wil jullie heel graag bedanken voor het kijken van deze video. En ik zie jullie allemaal in de volgende. Ciao!